Weet jij wie ik ben? Oh mijn god, je hebt mis. Ik ben het. Big Brother. Ik weet alles van je. Maar vandaag is er superveel wind buiten, echt boven 12. Ja, dus dan is het tijd voor recap week 12! 16! Ja, ik dacht dat we... 12! Voor mij was deze week een van de beste weken, vond ik echt persoonlijk, voor Big Brother. Oeh, ja? En de reden daarvoor is, wij hebben heel lang in het begin gezegd van alles duurt zo lang en zo niet echt leuke proeven en zo. En in deze week leek het alsof dat alles samenkwam. Ik had gedacht dat dat veel rapper ging gebeuren in Big Brother, dat mensen zo... Dat elkaar werden gehaald. Ja, en dat er veel meer ruzie zou zijn van waarom tegen mij gelijk heb. En eigenlijk is dat na 12 weken pas dat gebeurt. Ja, ik heb echt comments gelezen dat Nick het niet zal overleven in de Amerikaanse Big Brother. Omdat hij het zich zo hard aantrekt wat er deze week gebeurd is natuurlijk. Ik vond het ook wel eens mooi dat Nick ook eens brak bij wijze van spreken. Dat is voor iedereen anders, maar in zijn hoofd heeft hij... die afspraak gemaakt van we stemmen niet op elkaar zolang het niet anders kan. Ik snap het wel, dat komt ook wel hard binnen als je zo echt een afspraak hebt met iemand en dan wordt niet nagehouden. Ik zou dat maar ook heel mooi hebben. Het is al wekenlang nageleefd. Nick is aan gaan praten met Lize. Lize, haar reactie is meteen eindelijk. Langs allebei de kanten. Oké, Nick had al eerder moeten gaan praten, maar je kunt ook het gesprek rustig starten en niet meteen in dan. En ik vond wel dat Lize heel heftig reageerde. Nick bleef heel rustig en Lize reageerde heel heftig. Waarom? Omdat Nick al in de slaapkamer had liggen huilen. Hij had het erover gehad met Michelle, met Naomi, met iedereen. En je ziet dat Lize het te optroppen heeft. En dan... Dat zou ook wel zo zijn, denk ik. Ik denk dat ik ook wel zo zou zijn. Op Twitter ontplofte het ook daar rond. En zelfs nadat Nick en Lize het hebben bijgelegd, want nu komen ze weer helemaal goed overeen, bleven mensen erop doorgaan en je denkt, let it go. Schatje, Twitter heeft deze week overuren gedragen. I swear to God. Ja? Met Naomi die eruit lag? Oeh, ja. Dat was alleen maar Naomi. Nu nog altijd. Nog altijd. Naomi. Het vertrek van Naomi was wel even... Het kwam wel even binnen. Maar het is een spel. Julie is daar duidelijk niet voor het spel gekomen. Julie is daar duidelijk, heeft het nog eens gezegd, is daar gekomen voor haarzelf. Om terug een beter persoon te worden. Om terug de leuke kantjes van haar eigen te zoeken. Het is volbracht. Haar doel is behaald. En nu is er iemand naar huis dat wel in het spel naar de finale wou gaan. Ik denk dat ik het iedereen gun, behalve Julie. Voor te winnen echt. Moest Michelle winnen? Fine. Moest Nick winnen? Fine. Lize? Fine. Dus de vraag deze week was om online je stem te kunnen geven. Wie gun jij de halve finale? Ik heb tactisch gestemd deze keer. Oeh. Omdat ik dacht, iedereen gaat op iedereen stemmen. Dus ik geef mijn stem aan Julie voor ze zal hebben. Liar, liar, pants on fire! Op wie heb jij gestemd? Ik ben blij bij Lize. Lize? Ja. Ik dacht het. Ja. En jij hebt niet, hè? Ik heb het Nick nu gegund omdat hij het heel hard nodig heeft. Eigenlijk om... De stemming dat wij nu moeten doen als kijkers voor de halve finale, schreef Skiana op Twitter. Geen idee tot wanneer je op de kijkersvraag komen of kunt stemmen, maar voor de mindfuck hoop ik toch op een vroegere exit dan donderdag. Gewoon op het scherm, de kijker heeft beslist. Neem je koffers en verlaat mijn huis nu. Zou het wel rijden als ik in de regie zat? Dat zou
zou toch goed zijn? Gewoon zonder boba, maandagavond. Kijk, koffers staan klaar. Ik ben wel eens blij dat wij eens mogen nomineren. En niet zij weer met een tactische spel. Ja, voilà. Stop, hè. Ik vind het helemaal goed. Nu zijn ze met 5. Ik ga even naar... Voor de halve finale. Ja, dus één iemand naar huis. En waarschijnlijk net voor de finale ook nog één iemand naar huis. Dat zou zo goed zijn. Kom op. Dat ze op dinsdag zo naar huis sturen en dan donderdag de finale. Dat zou top zijn. Paulien, die zegt op Twitter... Bon, nu met een mooi weer, want stel ik voor dat ze volgende week een 24 uur opdracht krijgen, waarbij ze buiten op een stelling of zo moeten overleven in de tuin met regelmatig wat opdrachten. Dat kaarten hebben we nu wel gezien. Dat zou graag zijn. De deur op slot, dan toi toi daarbuiten. En buiten moeten ze alles doen. Zo'n vurkje koken. Een kippetje vermijken. Ik zou als bewoner denken, mannetjes, die puzzels, put them up your... Als ik nu mijn 1 seconde bezig met de puzzel, na een half uur ben ik naar de volgende tweet zegt... Nee, letterlijk elke keer Michel en Julie het over hun vriendschap en gevoelens in elkaar hebben. En dan deze foto. Oh, maar echt. Maar echt. Hashtag pittig. Chronisch ironisch stuurt... Twitter nu Naomi weg is. En dan deze foto's erbij. Wat hilarisch, als ik dat zag. Who is she? I don't even know her. Er was deze week, vond ik wel echt ook een beetje eng, dat Lize inderdaad naar de kleding... Oh! Ruimte, en dan die... Hey. Yo, Marke. Doodeng. Is het u opgevallen dat er bepaalde mensen niet tussen zaten? Joey, Nathalie, Danielle, Theo, Mike ook niet, is mij opgevallen. Of hebben wij daar nu geen fragment van gehoord? Sorry, wat ik echt heel zielig vond, is dat je bij de stem van Zico... Yeah. Stem van Zico. Zo van, by the way, dat is heel helemaal in het begin, dat iedereen al lang vergeten is, stem van Zico. En dat iedereen hoorde zo niet erbij geschreven, werd er zo niet bijgeschreven. Dus je herkende iedereen zijn stem. Ja, Zico. Maar ik vond het ook zo erg dat reageerde toch ook niemand van de bewoners op. Of hebben wij dat misschien niet gezien? Maar het was niet dat Lize zei, dat is Zico! Dat is al zo lang geleden! Zo lang geleden. Ziek. Zico, joh. Sorry, maar als ik in een huis zit, en je zit er al 80 dagen en er is daar geen geluidje bespeurd, behalve Big Brother of zo. Dat soort dingen. En je hoort plots. Oh, dood eng. Ik schijt in mijn broek. Ik schijt in mijn broek. Dat kloppen vond ik ook eng. Nienke mist Naomi, zo heet ze al in haar naam. Okay. Iedereen die nu nog zaagt over wat er gebeurt tussen Nienke en Lize, build a bridge and get over it. En we hebben al de rest vaak over Naomi, dus ja. Ik heb ook wel echt iets gedaan en dacht dat dit niet ging, dat Naomi er gewoon van kwijt ligt. Maar mannetjes, het is en blijft Big Brother en alles kan gebeuren. Ja, en toe. Ik denk eerlijk gezegd ook, iedere week wisten we ongeveer wel een beetje, ja, Dine zal er wel uitleggen. En nu? Het is de eerste week dat je echt verschiet. Ja. En ik vind wel Naomi zoveel dagen geleden, 80 dagen geleden, hoeveel dagen geleden, toen dat ze in het huis ging met een grote glimlach, haar koffer kapot. En nu ging ze eruit met nog een grotere glimlach. En dat vind ik heel... Dat zijn er veel mensen, ja. Jammer voor Naomi dat het corona nu is en dat alle discotheken gesloten waren, want die stond vanavond al in een discotheek voor 3000 euro. Ja, deze schoenen zouden niet meer staan in de white room. Oh my god. Die white room, ik vond dat waanzinnig. Wij hebben onze eigen white room. Ja, joh. Die white room, ik dacht eindelijk is er een keer zo'n verrassende factor. Oh. Na 12 weken hebben we eindelijk een keer iets speciaals gezien. Oh, maar die poepen moeten toch pijn gedaan hebben, jongen. Ik vind dat wel erg dat hij daar zo niet een shotje kreeg. Zo een goeie, zo'n fietsshotje. Het wordt wel sterk, want 200 kilometer is wel lang, hè? Dat vind ik chapeaus, hè? Voor allebei. Echt waar. Dat lag volgens mij echt open, hè? Poepoe. Parapoepoe lag open. En die met een beetje een science fiction film, denk ik, zo, die met de ruimte. Ik denk dat je daar openbaring in krijgt. Dat je echt denkt. Nee, of dat je wakker wordt en je denkt. Aan mijn heaven. Am I dead? Ik ben heel benieuwd. Maya, we gaan de halve finale in. Het is heel goed dat wij nu moeten stemmen. Oké, laten we eens een pronostiek doen naar de finale. Wie denkt jij, drie mensen die in de finale staan? Jill zit in de finale. Nick zit in de finale.
halen, verliezen. Echt? Ja. Ik dacht juist hetzelfde. En wie van de drie wint er? Ik weet het niet. Misschien toch Chill. Ah. Ik weet het niet, man. Ik ben blij dat we 12 weken ver zijn. Oh, ik ben zo blij dat er eindelijk eens wat real tension komt. Dat je echt denkt... Dus je denkt dan, ja, de Matt is naar huis met 15.000 euro. Iedereen bam bam bam. En je denkt... Who's next? Oh my god, maar dat is zo leuk! Oh. We hebben ook weer 12 weken moeten wachten op een deftige individuele proef. Hoe leuk was dat met Naomi? Met Jali's schildpad en dan die schildpad en die schildpad. Dat is keigoed gedaan. Zo leuk! Maar dat zijn die kleine simpele proefjes die zo leuk zijn om te zien. Dat is echt zo, hè? En dan de Nick. Nou, maar dat vind ik nou pijnlijk goed. Oké, okay, dat is goed. Dan denk ik... Zo jammer! Naomi heeft dat zeer goed gedaan. Ah. En ze ligt eruit. Kom op, ik snap dat niet. Ze heeft zeer goed gespeeld. Ja. En het is ook heel verdienstelijk voor haar dat ze er zo lang in gezeten. En dat Twitter zo positief was. Oh ja. Dat is echt... Wow. Wat je de afgelopen weken al hebt gezien en dan dit. Dat is... Die... Ja. Alweer recap week 12, moet ik even een land denken. 12. Oh. Ik vind het ongelooflijk. Schat, nog 2 weken, hè, met jullie? 2 weken. Wat dan? Wel echt heel fijn dat jullie blijven kijken. En, Oh, wat ik hier fantastisch vind. Wat? Dat iedere week zo. Oh ja, elke week. Vorige week waren er zelfs 3. Maak er bekend! Ja, we zijn heel benieuwd. Wat doen wij verkeerd? Maar nee, ik wil het gewoon weten. Ik wil gewoon weten wie dat zijn. Ah. Gewoon feedback, constructieve feedback. Dit is waarom we het niet leuk vinden. Ja? Dan kunnen we daar iets mee. Nu kunnen we daar niks mee. Ja, kijk. Dan zien wij jullie volgende week voor de voorlaatste recap. Ik hoop dat er intussen tijd nog van alles gebeurt. Oh my god, ik hoop. Als het een week is zoals deze week, dan kijk ik er naar uit. Individuele opdrachten, een white room, een beetje drama, een beetje een onverwachte stemming. Yes, bring it on. Bring yes! It on. Goed. Tot volgende week, hè. Merci voor de kijken. En geef hieronder een duimpje omhoog. En schrijf iets leuk in de comments. Wat? Kom het idee voorlaat. Ja, komt is goed. Oh. Zeg, mannetjes. Mannetjes, op de lente. Ja, mannetjes. Oh ja, mannetjes. Vibes. Broer. Zuid. Tot volgende week. Joehoe!